deze keer wil ik het met jullie hebben over de wet bestuur, toezicht en rechtspersonen die over een kleine twee weken per 1 juli 2021 in werking zal treden. En die wet is erop gericht om stichtingen en verenigingen professioneler te laten werken met elkaar om zo besturen en bestuursleden beter te beschermen tegen aansprakelijkheden. Het raakt ondernemers omdat zij vaak naast hun dagelijkse bezigheden ook een bestuursfunctie hebben bij stichtingen of verenigingen. En functioneert zo'n bestuur niet zo goed en handel je in strijd met deze regels die dus gaan gelden, dan kan je als bestuurslid en dus als ondernemer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden die zo'n bestuur of een ander bestuurslid maakt. Dus om die reden is het ook van belang om hier als ondernemer van af te weten. Het advies is om goed te kijken naar wat de wijzigingen met deze nieuwe wet met zich meebrengen. Want er wordt van u verlangd om naar de statuten te kijken van uw vereniging of van uw stichting. Want op een aantal punten is er echt aanpassing nodig. En dan zult u dus langs de notaris moeten om de statuten te actualiseren. Daarmee bent u er echter nog niet. Er wordt van u ook echt verlangd intern naar de werking van het bestuur te kijken. Hoe gaat u om met de financiën? Hoe gaat u om met het stemmen? Hoe gaat u om met afwezigheid van een of meerdere bestuursleden? En dat moet goed op papier worden gezet. Dus praat met elkaar. Kijk goed naar de regels en ga zo nodig naar notaris om een statuut aan te passen.